Breda Nu. Traditiegetrouw, dit is al de 8e keer dat we een tweetride organiseren. Dit is de 3e keer in Breda. Nou, straks gaan er ongeveer 90 man op de fiets een rondje Breda fietsen. Helemaal in stijl, in tweet. Dit is tweet. Mm-hmm. En we zijn hier bij Urban Bos. En Mark en wat mede-organisatoren zijn nu een tasje aan het vullen met allemaal goodies. Voor de deelnemers, dus die krijgen een goed gevulde, nou dit heet hem nu Z, hè? De oude wielrenners die hadden altijd deze tasjes voor de voorraad. Ik weet hoe de route gaat. Hoe gaat die vandaag? We vertrekken hier dadelijk vanaf de Houtmarkt richting het Ginneken. Gaan we naar Ulvenhout, bij de kerk in het Grimhuizenparkje, daar stoppen we even voor thee. En dan uiteindelijk van daaruit rijden we door het Ulvenhoutse bos, door Bavel heen, om de kermis heen geloof ik. Je hoeft niet per se ook een oude fiets mee te doen, maar er zijn hier ook een aantal mensen die echt op zo'n hoge bie komen. Dus dat is zo'n gigantisch wiel. En er zijn best wel veel mensen die echt een mooie hele oude fiets hebben. Maar er fietsen ook een aantal mensen zelfs op een OV-fiets mee. Hoe dan? Ik leer het jou. Ja? Ja, kom op. Hoe? Nee, het is heel simpel. Zet je linkerbeen hierop. Dan ga je steppen tot je een beetje vaart hebt. Dan stap je op. En dan ga je fietsen. Oh, dat is alles. Ja, dat is zo simpel. Jij kan het. Nou, dat denk ik ook. Het is natuurlijk wel een fiets die er niet per se bij hoort, maar goed. Maar volgens mij de rest wel. De rest wel, ja. Kun je er iets over vertellen? Ja, ik draag vandaag een origineel 30-jarig geïnspireerde outfit. Dus van originele stukken. De broek is bijvoorbeeld origineel. Het overhemd, de das, de hoed, het jasje. Dus van alles wat, ja. En dan gewoon nog een keigoeie fiets ook. Ja, natuurlijk joh. Fiets hoort er ook bij. Ik ontken niet dat ik in deze tijd leef natuurlijk. Ik kleed me alleen zo, dus... Ik vind het een prachtig contrast. Ja, dank u wel. Stop tandem. En de tandem is uit 1938. De fiets is nog van de eerste eigenaar. En die komt ook uit de buurt. Ja, het verhaal is dat hij onder de grond gelegen heeft in de oorlog. Deze fiets. We gaan een lekker ritje maken, hoorde ik net. Ik ben benieuwd waar we allemaal naartoe gaan, waar we allemaal langskomen. We zijn met een hele grote club blijkbaar, dus het wordt ongetwijfeld gezellig. Nou, dit is gemaakt door mijn vriend. Het is geïnspireerd op de jaren 30. En het is dus een losse jurk met een capeje, gemaakt van tweed natuurlijk voor de tweed ride. En dit is de eerste keer dat ik het draag, dus ik vind het echt heerlijk. Ja. Supermooi. Dankjewel. Dankjewel. Breda Nu.